Ik verzoek de griffier de getuigen binnen te leiden. Goedemiddag, wederom iedereen. Ik open deze vergadering. Aan de orde is het openbaar verhoor van mevrouw Hoenderdos. Mevrouw Hoenderdos, welkom namens onze parlementaire enquêtecommissie woningcoöperaties. Onze commissie doet onderzoek naar het opzet en werking van het stelsel van woningcoöperaties. We kijken ook naar incidenten die daar plaatsvonden. En wat we willen weten is, wat is er nou precies gebeurd? Hoe kon dat gebeuren? En wie zijn er verantwoordelijk? En vandaag concentreren wij ons op Rochdale, een casus die wij onderzoeken, ook in deze openbare verhoren. En ook daar willen we weten, wat is er nou gebeurd? Hè? En hoe kon dat gebeuren? En wie is verantwoordelijk? In dat kader wordt u gehoord als getuige. Dit verhoor vindt plaats onder ede. U heeft er zelf voor gekozen om de belofte af te leggen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Ik verzoek u te gaan staan. En mij na te zeggen, dat beloof ik. Dat beloof ik. U staat onder ede, mevrouw Hoenderdos. Neemt u plaats. De microfoon graag aan laten staan. Wij gaan gewoon meteen beginnen en ik geef graag het woord aan collega Oskam. Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw Hoenderdos, u was van 2006 tot begin 2009 lid van de Raad van Commissarissen van Rochdale. En in eerste instantie was meneer Mullenkamp de bestuursvoorzitter en de andere directeur was de heer Zeewald. En later kwam de heer Van Nimwegen in plaats van de heer Zeewald. En u had mede tot taak om de directie te controleren. In die periode is er nog wel wat gebeurd en misschien ook wel niet gebeurd. Nou, daar richt ons onderzoek zich op. We willen met name met u praten over het functioneren van de Raad van Commissarissen. Omdat u daar goede inkijk heeft gekregen, maar ook wel even hoe de directie bepaalde zaken aanpakt. Even maar misschien voor het gemak, heeft u beide verhoren vandaag gevolgd? Ja. Okay. Dan kunnen we makkelijk met voorbeelden komen waar u dan op kunt reageren. We beginnen even met kapellenmakelaars, dat hebben we ook zo bij de anderen gedaan. Het is een jarenlange discussie, eigenlijk van 2002 tot 2008, heeft 6 jaar geduurd, dat de makelaardij van Rochdale, kapellenmakelaars, afgestoten moest worden. Omdat het een niet toegestaande nevenactiviteit was, omdat het te weinig volkshuisvestelijk karakter had en misschien ook wel met de belangen in strijd was, hè, in strijd met BBSA. Wanneer hoorde u dat het ministerie eigenlijk het niet goed vond dat de Hortsdeel in die makelaar zat met geld? Dat het echt niet goed zat en dat het hoog opgespeeld werd, was dat de heer Van Koudenburg met mevrouw Dekker heeft gesproken. Ja. En daar is naar mijn herinnering ook een brief over, die niet alleen over kapellen ging, maar die meerdere onderwerpen aansneed die in dat gesprek aan de orde waren geweest. Ja, en die brief die was gericht aan de Raad van Commissarissen? Nee. Aan het bestuur? Ja. Nou weten wij dat er een aantal brieven, onder andere in 2006, toen u bent aangetreden, daarna ook nog één, dacht ik, waarin het ministerie toch dreigt met een aanwijzing, zegt, als je er niet mee stoppen met die makelaardij, dan
gaan we ingrijpen of dan krijg je een aanwijzing. Die aanwijzing is er niet gekomen. Dan komt dat gesprek met minister Dekker, hè, zeg maar tussendoor. Wat deed Van Kuilenburg ermee in de richting van de Raad van Commissarissen? Dat heb ik niet meer scherp wat Van Kuilenburg deed. Ik weet wel wat ik zelf deed en dat was verordeneren dat het gestopt werd. En ja, zo snel mogelijk. En dat was al eerder aan de orde geweest. Ook al voordat u, voordat ja, u in de Raad van Toezicht kwam? Ja, omdat ik daar informele signalen over gehad had. Ja. Dat, en deden ze wat u wilde? Nou, u heeft vanmorgen heer Mullenkamp daar een toelichting over gegeven. Dat deed hij in de Raad van Commissaris op dezelfde manier. Ja. Er kwam een zeer wollig verhaal dat het een kwestie van afbouwen was en dat het goed zou komen. Maar dat was niet zo. Maar dat was niet zo. U weet niet meer precies wat Van Kuilenburg daarover heeft gezegd, maar hoe bent u dan achter de inhoud van het gesprek gekomen en hoe is die brief tot u gekomen? Dat weet ik niet meer. Ik weet dat ik een aantal eigen speerpunten had in de raad, omdat ik ook wel eens mensen buiten de deur spreek. En ik te horen had gekregen dat dit niet geoorloofd was en dat dat zou moeten stoppen. Ja. En dat heb ik enkele keer in de raad aangekaart, mondeling. Dat zult u ook niet altijd terugvinden in de verslagen. En toen kwam dat gesprek met mevrouw Dekker. U kreeg dat horen van mensen die wel verstand hadden van de materie. Ja. Okay. Na dat gesprek met Dekker moest Dekker weg. En kwam Winsemius. En Winsemius heeft een flinke briefwisseling gehad met de heer Van Kuilenburg. Is dat nog met de Raad van Commissarissen gedeeld? Ik weet dat niet. Ik ken geen brief direct gericht aan de heer Van Kuilenburg. Heeft de Raad van Commissarissen überhaupt wel eens brieven van het ministerie gehad vanwege Capelle? Ik weet niet of het een brief is of een aantekening, maar dat was een terugkoppeling van het gesprek wat geweest was bij mevrouw Dekker. En andere stukken ken ik niet. Nee. Ik heb er wel naar gevraagd, ja, omdat Mullenkamp, dat zei hij vanmorgen ook, ja, daarom vraag ik het ook, zei ja, dat er eerst toestemming was en dat ja, het ministerie was gaan draaien. En iets wat eerst goed gevonden werd en nu niet meer. Dan hoeft de corporatie ook niet zo hard te lopen, vond de heer Mullenkamp. Nou, ja. Dat was ik niet met hem eens. En ik heb gevraagd om onderbouwende stukken daarvan. Van wanneer is dat dan goed gevonden? En hoe zijn ze dan nu tot een ander standpunt gekomen? En die stukken heb ik nooit gezien. Nee, want we hebben natuurlijk in de tussentijd ook nog even nagezocht hoe het precies zit. Ja. En dan blijkt dat de Raad van de Commissarissen misschien wel één keer een brief heeft gehad. Maar dat de meeste brieven die over dit onderwerp gingen, namelijk niet het afbouwen, maar het stopzetten van die makelaarsactiviteiten, rechtstreeks waren gericht aan de bestuursvoorzitter. Dus hoe Mullenkamp daar dan bij komt, dat laat zich raden. Was nogal wat dat de minister ervoor koos om een persoonlijk gesprek te hebben met de heer Van Kuilenburg. Wat vond de raad daarvan? Want dat is niet heel gebruikelijk. Er wordt natuurlijk wel eens gesproken om te kijken hoe dingen gaan, maar nou ja, het is toch een beetje een soort verantwoordingsgesprek. Ja, in die zin is er niet over gesproken. Niet over gesproken. Nee. Ik weet het niet hoor, want ik weet niet hoe dat daar dan ging in die Raad van Commissarissen, maar ik kan me voorstellen als ik erin zou zitten en ik zou horen van, we hebben met de minister gesproken, dan zou ik echt het naadje van de kous willen weten. Nou, het naadje van de kous was dat het ministerie wilde dat we ermee stopten. Ja, dat was eigenlijk gewoon de mededeling. Dat is gewisseld, ja. Ja. En dan ging het gesprek verder richting Mullenkamp. Stop ermee. En waarom is dat dan nu niet zo ver? Okay. Dus er is niet zozeer over het gesprek zelf nee, teruggekoppeld. Nou, u heeft heel duidelijk gezegd dat eigenlijk al in 2006 u heeft gezegd, stoppen ermee. Het kan niet, het mag niet. En daarom moeten we er ook mee stoppen. Maar uiteindelijk heeft het nog wel tot 2008 geduurd voordat Capelle Makelaars
of het belang in kapellenmakelaars was teruggehaald. Hoe kan dat dan nog zo lang duren? Traineren door de voorzitter van de Raad van Bestuur. Ja. Wat heeft u daar zelf aan gedaan als lid van de Raad van Commissarissen om... Kritische vragen gesteld. En herhaaldelijk weet ik nu achteraf dat ik dan met een kluitje in het riet gestuurd werd. En door toen, de bestuursvoorzitter? Door de bestuursvoorzitter. En toen de kluitjes te groot werden en er een goede aanleiding was, hebben we hem in oktober geschorst. Oktober 2008. Dat roept eigenlijk dan de vraag op binnen de Raad van Commissarissen, als dit gebeurt, hè? Of er dan onderling voldoende steun is. Ik kan me dan voorstellen dat de voorzitter van de Raad van Commissarissen of tegen u zegt, nou, zeur niet zo. Of dat hij zegt van, nou ja, je hebt helemaal gelijk, want dat is de afspraak met het ministerie. En dat is ook de regel, dus we gaan hem er gewoon aan houden. Wat deed Van Kuilenburg? Heb ik niet scherp. Ik denk dat... Er was in de raad, want dat is uw hoofdvraag denk ik, in de raad geen cultuur als iemand kritisch was van zeur niet zo. Nee. Er werd echt serieus naar elkaar geluisterd en naar argumenten geluisterd. En ieder kreeg ook de tijd en gelegenheid om het in te brengen. Ik zelf heb er wel voor gekozen om voor bepaalde casussen te gaan. En sommige ook, dan ging ik ervan uit, het komt wel goed. We gaan straks helemaal op het rapport van Vlug door, neem ik aan. En dat heeft met vertrouwen te maken. Ik ga ervan uit dat iemand in principe ter goede trouw is. En als iemand zegt, ik doe dat, dat hij dat ook doet. En als iemand dat dan steeds langer uitstelt en niet doet, dan is het vertrouwen ook weg. Ja. Want er zitten natuurlijk twee kanten aan, hè? Want zo'n bestuursvoorzitter, die moet gewoon daar actie in ondernemen. Dat is gewoon zijn werk. Ja. Maar jullie zijn zijn baas. En klopt. Als hij nou niet doet wat hij moet doen, dan waarom hem. Duurt het dan 6 jaar voordat hij dan aangepakt wordt? U begon dat ik 3 jaar commissaris ben geweest. Ja. Voor mij gold het 3 jaar. Ja. Ik heb de eerste signalen gekregen na een half jaar. En na 2,5 jaar in oktober 2008 was de maat vol. Ja. Dus je ook... moet ook een dossier hebben om in te grijpen. Ja, ja maar dat snap ik. Hè? Want en het is niet zo dat wij u allerlei dingen gaan verwijten of ter verantwoording roepen. Maar het is meer dat wij ons verbazen over de gang van zaken. Dat het al een tijd duurt. Dan komt u daar, dan is er eigenlijk al een dossier. Dat kent u dan nog niet, dat snap ik ook allemaal wel. Maar dan toch ligt dat dossier er al wel van. Met die brieven van doe het nou, kap er nou mee. En het gaat maar door. Maar dat wist ik niet. Nee. Want ik... Mijn eerste scherpe moment is de terugkoppeling van het gesprek met minister Dekker. En u heeft ook de heer Van Nimwegen hiervoor gehad. De heer Mullenkamp kon goed... hij manipuleerde, maar hij kon goed laveren. Ja. Ja. Het ging er mooi tussendoor. Nou ja, het is ook al eerder aan de orde gekomen bij de vorige verhoor. Rothschild was best wel een succesvolle corporatie. Goed werk gedaan in de Bijlmer. Daar moeten we echt ook aandacht voor vragen. En dat kwam ook tot uiting in die oordeelsbrieven van de minister. Hè, waar toch steeds wel de loftrompet gestoken. Welke waarde hecht u nou aan die oordeelsbrieven? Nou ja, het zijn... U zei het zelf, als er een brief van de minister komt, dan moet je daar veel waarde aan hechten. Dus dit was ook namens die minister, dus ik hechtte daar veel waarde aan. Ja. En het ging niet alleen over de prestaties volkshuisvestelijk, maar ook over de Raad van Commissarissen. Dus dat bekeek ik zelf met extra belangstelling. En dat was voor mij een geruststelling. Omdat achtereenvolgende brieven zeer complimenteus waren. Er staat in die brieven een tabelletje waarin, de cijfers zal ik niet helemaal goed zeggen, maar het maximale score die een raad van commissarissen kan halen is 100. En de sector gemiddeld die zat net onder de 30. En Rochdale die haalde een score van 50. Ja. Dus complimenten voor het intern toezicht. Ja.
Nou ja, kijk, dat weten we ook wel, dat het niveau vrij hoog was. Het waren vaak academici die in de raad van commissarissen zaten bij Rothschild. Maar dat zegt natuurlijk niet altijd alles over je kennis van deze branche en hoe je als team opereert. Want nou ja, is natuurlijk wel nog het een en ander op aan te merken. Dat heeft Vlug gedaan. Daar komen we inderdaad straks over te praten. Toch nog even over die positieve beoordelingen. We zagen het ook al bij Woonbron, dat het wel lastig is voor een raad van commissarissen als de minister die daar ook mee naar buiten treedt, zegt van nou, geweldig. En kan je dan nog wel tegengas geven? Is het wel een goed systeem dat het ministerie zich daarover uitlaat? En zetten ze niet eigenlijk zo'n raad van commissarissen klem? Formeel natuurlijk niet. Nee, je hebt je eigen verantwoordelijkheid als commissaris hierin. Dus het is fijn als je een compliment krijgt, maar je moet zelf kritisch blijven. Waar ik meer last van heb gehad, is toen de affaire eenmaal ging spelen. Dus toen we de heer Mullenkamp geschorst hadden en de heer Mullenkamp ontslagen was. Dat toen opeens vriend en vijand over hem heen viel en van alle kanten werd gezegd, iedereen wist het al. Zelfs ook het Centraal Fonds van de Volkshuisvesting gaf dat signaal af. Ja. Wij wisten het wel. Ja. Maar het stond niet in jullie toezichtsbrief. Nee, want u snijdt een mooi punt aan. Want het is natuurlijk niet alleen het bestuur of de Raad van Commissarissen, maar ook het ministerie krijgt er van langs. Want de Rijksauditdienst die concludeert in haar rapport van 2009... dat het ministerie veel strikter had moeten monitoren bij de zaak van kapellenmakelaars. Ja, het heeft natuurlijk gewoon heel lang geduurd. En brief op brief en dreiging op dreiging, maar er gebeurde maar niks. Dus mijn vraag is, vindt u dat ook, dat het ministerie daar wat heeft laten liggen? Ik ben er niet om te oordelen. Ik denk wel nou, dat... Dan is mijn vraag anders. Wat vindt u van het optreden van het ministerie? Ik denk dat er meer effort in gestoken had kunnen worden om gewoon het gesprek aan te gaan. En dan niet een gesprek op poten bij de minister, maar los van de Raad van Bestuur, direct met de Raad van Commissarissen. Dus de externe toezichthouder vanuit het ministerie praat direct met de Raad van Commissarissen. Desnoods alleen met het auditcommittee, hoeft niet altijd met die hele club. Maar meer van dit soort één-op-één contacten hoeft niet zo lastig te organiseren te zijn. We zijn nu een paar jaar verder, 2014, dus u heeft ook even afstand daarvan kunnen nemen. Als u er nou op terugkijkt over dat dossier kapellenmakelaars, wat is dan uw mening daarover? Hoe dat gegaan is? Ik kan niet anders herhalen dan wat u zegt, dat het al lang geduurd heeft. Oké. Maak even de stap naar het bestuursmandaat, want dat is natuurlijk ook iets wat speelt in de interactie tussen bestuur en raad van commissarissen. 50 miljoen. Ja. Nou, u heeft het mij net ook al horen zeggen, de heer Tommel was hier de eerste dag. En die zei bizar. En Zwart zei veel te hoog. Een paar miljoen is normaal, maar 50 miljoen is echt veel te veel. Ja. En je zou daar ook wel bij kunnen denken van ja, dan kan zo'n directeur wel erg zijn eigen gang gaan. En hoe zit het dan, zeg maar, met de interactie met de Raad van Commissarissen als die niet verplicht is? Ja. Hoe ging dat bij Rothschild? Het mandaat was 50 miljoen. Ja. Dat speelde niet direct al als een probleem. Ik heb daar wel in die kleine 3 jaar dat ik commissaris was een enkele keer vragen over gesteld. En dan kreeg ik wederom een wollig verhaal gerelateerd aan het balanstotaal of het aantal woningen wat je dan als project zou hebben. En als je een lager mandaat zou hanteren, dan zouden veel meer stukken langs de Raad van Commissarissen moeten. En dat zouden wij te druk krijgen. Ja, ja. Nou, dat vind ik geen probleem. Ik vind het leuk om... maar het was zo. En in deze zin beschouw ik dit in de vergelijkbaar als kluitje in het riet. Ja. Toen Mullenkamp geschorst is, 24 oktober, dat was op een vrijdag. Toen zijn we dat weekend meteen een crisisberaad geweest, allerlei maatregelen getroffen. En Rob Kleijweg en ik, de andere het lid van het auditcommittee, hebben toen onmiddellijk het mandaat verlaagd naar 10 miljoen. Ja. En we hebben het directiestatuut aangepast. En
Ja, dat is het. Goed, en wat vond Van Nimwegen ervan dat het naar 10 miljoen ging? Nou, de heer Van Nimwegen zei vanmorgen dat we maar 6 of 7 vergaderingen hadden gehad waar hij bij was. Dat zal vast kloppen, ja. Omdat al heel snel de heer Gerard Erens in beeld was. Als interim bestuurder. Ja. En er vooral in de interne controle en de administratieve organisatie dingen orde gemaakt moesten worden. En dat was de portefeuille van de directeur financiën, CFO Nico Overdevest. Dus we hadden vooral overleg met die twee heren en minder met John van Nimwegen. Dus dat klopt wel. Ja, dat klopt. Ja, wat ik eigenlijk bedoelde is dat u zei, we gaan van 50 miljoen naar 10 miljoen. Hè? Ik kan me voorstellen dat hem dat ook raakt, want hij is natuurlijk wel een van de directeuren. Nee, het was onmiddellijk akkoord. Ja? Er was het gevoel voor urgentie was heel groot. Dus ik heb veel waardering voor het apparaat van Rochdale. Ik vind het heel knap hoe zij tijdens de affaire de zaak draaiend hebben gehouden. Want er komt nogal wat op je af. Ja. Boze huurders, medewerkers die gefrustreerd zijn. Dan is het heel goed om snel te deescaleren en de zaak op orde te maken. En dat ging met hele goede samenwerking. Okay. Die 50 miljoen, ik zei het al, zou tot consequentie kunnen hebben dat de bestuurder zijn gang kan gaan en het niet hoeft voor te leggen aan de Raad van Commissarissen. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat bij goed bestuur dat je denkt van ja, dit zijn toch wel ingrijpende projecten. Ik mag het wel alleen doen, maar ik ga toch eens even mijn plannen voorhouden aan de Raad van Commissarissen. Ja. Gebeurde dat? Of gebeurde dat altijd pas achteraf? Meestal achteraf en als er vragen uit overkwamen. Die wij dan zagen in de managementrapportages of in het jaarverslag. Lijkt mij heel onplezierig. Als ik lid zou zijn van de Raad van Commissarissen. Ja. Jullie werden ook geïnformeerd via kwartaalrapportages. Ja, kwartaalrapportages. Ja, en daar moest je vaak in lezen wat er gebeurd was. Nou, dat is iets te cru gezegd. We hadden natuurlijk maandelijks een reguliere vergadering. Daar was altijd een... Dat begon met bijpraten, mondelingenpunten. Het lastige daarvan is dat die niet altijd goed verslag werden gelegd. Binnen de raad hadden we onze eigen portefeuilles. Dus de BBSH-commissarissen spraken met de huurdersvertegenwoordigers, ja. Bewonersverenigingen en met het hoofd verhuur, de directeur verhuur. En Rob Kleiwicht en ik spraken met de directeur financiën. Dus, Want u had de portefeuille financiën? Ja. Deden jullie zelf nog iets om het toezicht te verbeteren? Om toch te zorgen dat er zaken op de agenda kwamen die in het verleden niet op de agenda kwamen? Het meest intensief hebben Rob en ik dat gedaan onmiddellijk in oktober 2008. Ik vertelde al over het mandaat aanpassen, maar we hebben toen ook de verantwoordingssystematiek naar de Raad van Commissarissen proberen te veranderen, dat ook de projecten intensiever besproken zouden worden. We hebben een format daarvoor gemaakt hoe dat eruit zou moeten zien. Dat is pas in 2008. En in die 2 jaar daarvoor kwamen er wel soms zaken op de agenda waarvan ik de informatie onvoldoende vond en dan of zelf verder ging zoeken of verder vroeg. We zijn lid geworden van de Vereniging van Toezichthouders, ja. VTW. Dus dat soort dingen deden we. Wel. Okay. Nou, straks bij vlucht komen we nog even op terug, hè, over de competenties, of dat dan wel goed verdeeld was. Franke Maheert is ook al eerder aan de orde gekomen, 46,5 miljoen, net onder die grens van die 50 miljoen die we net bespraken. En dus zou eigenlijk geen mandaat van het bestuur of van de Raad van Commissarissen gevraagd hoeven te worden, zij het dat die borging nog niet helemaal rond was. Kunt u eens even aangeven hoe dat gegaan is, hoe die instemming is gevraagd en ook hoe dat zat met die borging, wat daar door het bestuur over
werd voorgelicht aan de Raad van Commissarissen? Ik kan niet spreken voor de hele Raad van Commissarissen, want ik weet niet of iedereen op dezelfde manier geïnformeerd is. Het geldt vooral voor de voorzitter. Ik weet niet of die al eerder iets had vernomen dan de anderen. Ik ben op een vrijdagmiddag gebeld door de voorzitter, naar aanleiding van een mail van de heer Mullenkamp, om per omgaande in te stemmen met de aanschaf van Frank Ameert. Ja. Dat was geen anderhalve dag, het was nog niet eens een halve dag. Okay. En het was... de kwestie die voorlag was, als ik niet zou instemmen, was er per direct, nou, ik weet nu ook weer het exacte bedrag, een schade van 4,65 miljoen. Maar ik wilde weten wat het risico op termijn was. Ja. Want waar, we hebben de boot gehoord gisteren. Als je ergens mee instemt, wat voor een camel nose gaan we in? Precies. Dus ik zat voor de afweging, nu verlies nemen en dan het risico, dus nu verlies nemen en stoppen. Hè? Dan hebben we gewoon, zijn we meteen 4,65 miljoen kwijt. Of dit risico nemen en kijken wat erachter zit. En misschien is het wel een mooie opportunity. Ja. Dus ik heb ingestemd, maar met heel veel tegenzin. En het is niet zo dat er een aparte vergadering over geweest is. De eerstvolgende Raad van Commissarissen stond het op de agenda. En daar is het luid en duidelijk te verstaan gegeven dat dit eens en nooit weer was. En als ik terugkijk in de tijd... Dat vond ook de hele Raad van Commissarissen? Dat weet ik niet meer. Ik weet wel maar dat u vond het? Ik vond het, Rob Kleiweg vond het, Rudolf Rood vond het. Dit speelt allemaal zo augustus, september 2008. Kan ik me nu ook weer terughalen. Even vooruitlopend op vlug. Dat vertrouwen, dat taande bij mij weg. Dat werd een optelsom der dingen. Ja. En dit was er weer eentje. Okay. Dus als u vanochtend de heer Mullenkamp hoort zeggen van... nou, ze hebben tijd genoeg gehad. Een dag of 10 later is er uitgebreid gediscussieerd in de Raad van... van commissarissen, voordat de toestemming werd verleend, dan zit u daar echt met krom meteen. Ja, het geldt niet voor mij. We hebben in die volgende vergadering, hebben wij, dus dat ik anderhalf week de tijd heb gehad, dat geldt niet voor mij. We hebben in die vergadering toen ook gevraagd om nadere tekst en uitleg. Die hebben we nooit meer gekregen, omdat Frank Ameert opgenomen is in het forensisch onderzoek. Maar als u zegt, geldt niet voor mij, geldt het dan wel voor anderen? Hebben die wel? Waren die eerder voorgelicht en hadden die meer tijd om na te denken? Nou, kijk, het is in ieder geval zo dat wij werden gebeld door de voorzitter. Dus die is in ieder geval een uur eerder dan ons geïnformeerd. Ja, maar die en heeft ik weet ook geen 10 dagen gehad. Dat weet ik niet. Ik weet niet of die, want omdat de meneer Mullenkamp vanmorgen zo met data aan het schuiven was en anderhalf week zus en kraakt maar af en toe. Dat klopt zeker niet. Niet voor mij, maar het zou best kunnen zijn dat hij wel de heer Kuilenburg een week eerder had geïnformeerd. En wat moeten we hier nu mee? Maar dat is puur speculatief. Nee, maar hij voor ging mij. Wel verder. Het was niet zo dat hij wel of niet Kuilenburg had geïnformeerd. Hij heeft gewoon keihard gezegd hier. Die Raad van Commissarissen zijn allemaal bij elkaar geweest. Ik ben er ook bij geweest. We hebben het daar uitvoerig over gehad. En unaniem waren we van mening dat we in dit project moesten stappen. En dat is natuurlijk anders dan dat wat u zegt. En wat ook Van Nimwegen wel bevestigt. Dat is van ja, er werd gemaild en er werd gebeld. En het was slikken of stikken. Dat was het. Ik kan alleen zeggen wat ik heb meegemaakt. Ik werd gebeld op een vrijdagmiddag. Als ik niet akkoord zou gaan, zou dat onmiddellijke schade zijn van... kleine 5 miljoen. En wat precies de voordelen en de nadelen van het plan waren, dat zou ik nog wel horen. Ik heb wel gevraagd van, want dat hoorde ik vanmorgen ook weer over de borging van het WZW. Dat is op een haar na gefild. Ja, daar heb ik nog naar gevraagd. Ja. Wat betekent dat? Dat kwam door het weekend omdat de juiste handtekening nog niet gezet kon worden. Okay. Maar niet omdat ze... Niet de gemeentelijke borging, wat de heer Van Nimwegen zojuist heeft gezegd. Nee, het ging, er was al toestemming, het ging alleen nog om het ontbreken van een handtekening en die zou maandag worden gezet. Goed. En was het u bekend dat Kei ook in positie stond? Het zij alleen, het zij samen met Wortstil? Nee. Dus de vraag ik hoorde van Frank Ameert voor het eerst dat ik meteen moest beslissen. Als u zeg maar even kijkend naar de vraag van mijn collega Mulder,
Die zei van, nou ja, nu we dit zo weten, dan lijkt het wel een beetje op tegen elkaar opbieden als twee Amsterdamse corporaties die heel graag zo'n pand willen kopen. Dat het een beetje spelen is met maatschappelijk geld. Vindt u dat ook? Ja. Als dat zo is? Ja, dat doet mij heel veel pijn als volkshuisvester. Oké. U zei, nou ja, het was een moeilijke vergadering. Er is dus wel flink robotje over gevochten. En met Rood en met Kleiweg, die waren, en u, waren heel duidelijk dat dit nooit meer moest gebeuren. Die anderen van Kuilenburg? Weet ik niet meer. Nee, omdat, maar ik vraag het met name omdat hij natuurlijk wel invloed heeft als voorzitter van de Raad van Commissaris. Ja, weet ik niet. Nee. Spraken zij nou vaak samen dingen voor? Mullenkamp en Van Kuilenburg? Ik weet niet of dat de term voorspreken Dat is moet op zich krijgen. Niet mis, hè? Dat gebeurt natuurlijk in de meeste bedrijven. Maar. Ja, daar heeft de heer Mullenkamp vanmorgen ook een toelichting op gegeven. Voorafgaand aan de vergadering waren deze twee heren bij elkaar. De heer Mullenkamp zei dat ze dan de agenda voorbespraken. Wel wat erop, wat niet erop en wanneer. Zou het best kunnen. Het zou ook over andere dingen kunnen zijn gegaan. Ik ben zelf één keer bij zo'n voorgesprek geweest. En dat ging toen over het instrument swaps. Ja, financiën, uw portefeuille. Wist u dat er een soort voortaxatie is geweest, of een indicatietaxatie, of hoe je dat ook noemt, door Zadelhof? Die hebben dat kantoorgebouw bekeken, hè, van Frankema Heert. En die zeiden, nou, 31 miljoen, dat is ongeveer wel wat het moet doen. Dat is ook het eerste bod geweest van Rothschild. Wist u dat? Nee, ik weet van Frank Maaier het niks. Helemaal niets? Nee, want het speelde in september 2008. En een maand later is... We zouden nader informatie krijgen. Ja. Die hebben we niet gehad. En een maand later barst de boel. En toen is Frank Maaier naar mijn idee meegenomen in het onderzoek, forensisch onderzoek van Deloitte. Ja. Want waar wij ons natuurlijk over verbazen is dat Zadelhof zegt, nou, 31 miljoen, dat zou een goed bedrag kunnen zijn. Dan weet je natuurlijk altijd dat de markt misschien tot iets anders komt. Maar dat heeft Mulder denk ik ook heel duidelijk gezegd. 15 miljoen meer. Dat is gewoon 50% meer betalen dan dat het geïndiceerd is. Dus dat is toch gewoon ook een enorm overschrijding, zeg maar. Als het SEC om deze bedragen zou gaan, ja. Maar de heer Van Nimwegen had vanmiddag een verhaal met de halve huurprijs erbij, moest je taxeren. En ook daar raakte ik al snel het spoor bijster. Waar hebben we het nou over? Hebben we het nou over de koopprijs of huurprijs? Ja. En welke appels ben je met welke peren aan het vergelijken? Ja. Zaten er wel mensen in de Raad van Commissarissen die rekentruc wel, of truc mag ik niet zeggen, maar die rekensom wel begrepen? Nou, hij is niet in de Raad van Commissarissen geweest. Nee. Dus, ik heb verschillende rekensommen langs zien komen die ik terugstuurde, omdat dat onduidelijk was. Ja. Als de heer Mullenkamp nou zeg maar tot taak heeft om de Raad van Commissarissen voor te lichten over deze aankoop, en hij zegt, nou, die borging is allemaal op een haar na gevuld. Het weekend zit er nog tussen, maar maandag dan kunnen we de vlag uitsteken. Hoe moeten wij dat dan kwalificeren? Hoe kwalificeert u dat? Misleiding. Dus u voelt zich misleid? Absoluut. Nog wel met andere leden van de Raad van Commissarissen overgesproken of die zich ook misleid voelen? Nou ja, het is de opmaat naar de schorsing. Ja. Kijk, en dat is juist het gebrek aan vertrouwen is de reden om het te ontslaan. En dat gold breed. Ja. Nou, is dit een van de dingen waar wij achter zijn gekomen? Zijn er nou bij nader inzien, en u toch terugkijkt op uw periode bij Rothschild, vaker van dit soort voorlichting trucs geweest? Waarbij dingen werden verteld die niet helemaal klopten of helemaal niet klopten? Ik heb er vier, waarvan dan Capelle deel uitmaakt. Dat zijn de swaps in 2006. Dat is de afhandeling van de Maserati, daar gaat u misschien ook nog over spreken. En dat is een getroffen voorziening voor de kwestie Nabon. Ja. Want waar wij ook wel van schrokken, tenminste we schrikken niet zo snel, maar het viel natuurlijk wel op wat de heer Van Nimwegen zei. Hij zei ja, over Mullenkamp. Hij loog niet, maar de waarheid sprak hij ook niet.
Vindt u dat ook zo? Hij vertroebelde en versluierde zaken. Wij noemden het woord manipuleren en daar zei Van Nimwegen volmondig ja tegen. In het ene dossier meer dan in het andere. Ja. Nou, u was de financiële vrouw, hè, binnen de Raad van Commissarissen, zullen we maar zeggen. Daarom zat u ook kwaliteit qua in de auditcommissie. En in die rol was u kritisch, u zei het net al, over het aankopen van wel of geen derivaten, hè, de swaps. En in het begin had u daar niet zoveel verstand van, maar u heeft zich daar wel in verdiept en informatie ingewonnen. Hoe werd het voornemen tot zeg maar het aankopen van die swaps nou gepresenteerd aan de Raad van Commissarissen? En door wie? Het was een notitie zoals een notitie er meestal uitziet wat voorgelegd wordt aan de Raad van Commissarissen. Dus een standaard agendapunt. Er werd dan uitgelegd in, nou, ik vond geen heldere taal, wat dan die swaps zouden zijn. Er werden twee besluiten gevraagd aan de Raad van Commissarissen om in te stemmen met het instrument swaps. En om een lening aan te gaan van 200 tot 250 miljoen. Ik vond dat onduidelijke besluitvorming, omdat de onderliggende informatie ontbrak. Een besluit vragen van 200 tot 250 miljoen, dat vind ik een onjuist besluit. Het is of 200 of 250, want niet iets ertussenin. Ja. Want als je 250 goed vindt, dan is dat ook meteen de bovengrens. We hebben het over maart 2006, dus... Het is net begonnen, hè? Het was net begonnen, ja. En de economie was nog booming. En het was ook nog niet zo'n bekend instrument. En ik ben toen inderdaad gaan navragen van... ik heb mijn MBA op Nijrode gehaald. Ik heb daar een studiegenoot gebeld. Die heeft me in contact gebracht met een geldmakelaar. En die kon me heel helder uitleggen wat de risico's zijn. Dat is als de rente gaat dalen of als je investeringsportefeuille te groot is waar je de derivaten mee afdekt. Want wie neemt er een lening over als die minder waard is geworden? Dat zijn hele makkelijke richtsnoeren die je kan hanteren. Dus daar kwam ik mee terug naar de Raad van Commissarissen. De rente... ontwikkeling, die kan je niet voorspellen. Nee, dan waren we allemaal rijk geweest. Maar over de omvang van je investeringsportefeuille kan je natuurlijk wel wat zeggen. En ik verlangde een onderbouwing van welk leningbedrag we dan nodig zouden hebben om deze swaps daarvoor af te sluiten. Want op zich is het natuurlijk een kwestie van risico afdekken. Dus het instrument op zich is niet verkeerd. Nee. Je kan het alleen heel erg verkeerd toepassen. Precies. En als de rente daalt, dan... Als de rente daalt, dat is natuurlijk later gebeurd. Maar ja, het is toen teruggegaan. De CFO kreeg huiswerk mee om een rekensommetje te maken. Ja. In de tussentijd kregen we een mail van... ik ga het even terug. Dat kregen we ook. En toen kregen we via de mail het verzoek om te reageren. En... kregen we een poosje daarna weer een beetje dreigende mail van reageer nou, want de rente is alweer gestegen. En we verliezen geld op deze manier. Ja. Ik ben toen niet akkoord gegaan omdat ik het rekenvoorbeeld niet duidelijk genoeg vond. Nee. En, maar u was kritisch en u bent zelf ook op zoek gegaan naar informatie. Maar werden die andere leden van de Raad van Commissarissen bijvoorbeeld voorgelicht door iemand van een bank of een tussenpersoon? Of... Nee, ik vond dit ook een... groot risico. Ik voel dat als een grote verantwoordelijkheid op mijn schouders. En ik had ook mijn twijfels of het binnen de apparatenkennis wel aanwezig was. Dus ik heb ook gepleit voor versterking op dit gebied. Ja. Ik denk terecht, maar uit wiens koker kwam het nou bij Word Stil? Ik denk bij Sewald, de CFO. Die was de CFO? Ja. Die andere leden van de Raad van Commissarissen, die hadden natuurlijk ook niet zoveel verstand van, of geen verstand van. Hoe gingen die daarmee om? Wat is er uiteindelijk gebeurd met die
met die verzoek om instemming? Ze stemde in, want ze vertrouwde helemaal op mij. Toen er een investeringsplaatje lag van, ik meen, 170 miljoen, dat wel nog de investeringen erbij maar zouden zijn. Toen vond ik het ook van, nou, dan kunnen we het wel doen. Ja. En is dat dan in de vorm van lening gegaan of zijn ook die swaps? Ik heb dit gemonitord, dus een paar keer gevraagd van hoe zit het dan met, of iemand, Rudolf Rood vroeg er ook van naar, hoe zit het dan met die swaps? En toen, half jaar, een paar maanden later, een berichtje. Ja, we hebben dat toch maar niet gedaan. We zijn drie leningen, langlopende leningen aangegaan. Als alternatief, punt. Okay. En ik vond het toen wel best. Ja, het grootste risico was gepareerd. Ja. Is zo'n swap of die derivaten, zijn dat nou passende producten voor woningcorporaties? Als je er prudent mee omgaat, wel. Dat betekent verstand van zaken? Verstand van zaken en niet meer aangaan dan je aan kan. Helder. Kijk even naar mevrouw Hartje. Mevrouw Hoenderdos, u zei in het begin dat u eigen speerpunten had binnen de Raad van Commissarissen. Ja. Maar is nog niet duidelijk welke speerpunten dat waren. Die ik met meerdere belangstelling volgde. Dat was dus de opvolging van de Maserati. Is hij nou verkocht? Mm-hmm. Omdat dat zo'n, het heeft een iconisch symbolische waarde gekregen, die auto. De voorziening voor de kwestie Nabon, die was getroffen. Okay. En kapellenmakelaars ook? En kapellenmakelaars, maar daar hebben we het al over gehad. Later, ja. Nog heel even als het gaat om kapellenmakelaars, want u schetste dat het moment van het gesprek met minister Dekker, die de voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft gevoerd, dat het moment was dat u zich daarvan bewust was van, hier is echt wat aan de hand. Maar u zei wel tussen neus en lippen door dat u ook via informele contacten daarvoor al het een en ander hierover had gehoord. Wat bedoelt u met informele contacten? Ik heb 6 jaar op het ministerie van Vrom gewerkt. En dan kom je nog wel eens iemand tegen. Dus u had toen al signalen vanuit die contacten, vanuit het ministerie, dat die discussie liep over kapellenmakelaars? Ja, maar niet op het niveau waar de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen mee, of de voorzitter van de Raad van Commissarissen sprak, maar gewoon met oud-collega's van mij. Ja. Wat heeft u toen met die informatie gedaan? Daar ben ik prudent mee omgegaan, maar wel heel goed in mijn oren geknoopt en dus geagendeerd in de Raad van Commissarissen. Maar dat was voor of na dat gesprek met de minister? Nee, ver daarvoor. Ver daarvoor? En wat is er toen besproken inderdaad? Nou, dan kreeg ik een verhaal. Het mocht van de minister. En daar was voor u ook de kous mee af? Toen nog wel. Oké. Dan heb ik het over zomer 2006. Ja. En dat het mocht van de minister, dat was de heer Mullenkamp die dat inderdaad voor commissarissen. Maar ook de heer van Kuilenburg. Maar ook de heer van Kuilenburg. Ja. Oké. U gaf aan, toen u de terugkoppeling kreeg, minimale terugkoppeling van dat gesprek met minister Dekker, dat u gevraagd heeft om stukken, want het prikkelde u wel, u werd daardoor kritischer. Ja. En u kreeg die stukken niet? Nee. U heeft zich daarbij neergelegd? Achteraf natuurlijk met veel spijt, maar... Maar waarom heeft u zich toen de tijd daarbij omdat neergelegd? Omdat ik die kwestie toen niet zwaar genoeg heb ingeschat, denk ik. Ik vroeg vaak dingen extra en bij en... Maar de overtuigingskracht van zowel de heer Mullenkamp als de heer van Kuilenburg was voor u voldoende reden om dan het daarbij te laten? Het kluitje in het riet vooral, niet de overtuigingskracht. Kluitje in het riet? Ja. Door beide heren of alleen door de heer Mullenkamp? Nee, vooral door de heer Mullenkamp. De heer Mullenkamp, ja. En wanneer bent u tot het inzicht gekomen dat u met een kluitje in het riet bent gestuurd? Door de onderzoeken die... vanaf oktober 2008, het onderzoek in oktober 2008 gestart is. En de informatie die sindsdien boven tafel is gekomen. Het forensisch onderzoek van Deloitte heeft natuurlijk veel opgeleverd. Maar er kwamen toen ook spontane meldingen. En dan zie je dus dat ik achteraf... Wat bedoelt u met spontane meldingen? Een klokkenluider. Ja. Of... Maar u had dus steeds van buitenaf signalen nodig om te beseffen dat u... Ja, en ik kreeg het niet van de Raad van Bestuur.
Nee. Maar dat is duidelijk waarom. Ja. Zoals de heer Van Nimwegen vanmiddag zei, van die zich zoveel afvroeg en kwam dat er niet van binnenuit. Mm-hmm. Wij hadden wel contacten met het apparaat. Dus ik had veel contact met... Het apparaat bedoelt u Rochdale? Rochdale, ja, sorry. Ja, ja, de ambtenaren. De medewerkers van Rochdale. Ja. Daar kreeg u geen signalen van? Nee. En ik kan achteraf niet, want die vraag stelde u net aan Van Nimwegen. Was er sprake van hand boven het hoofd houden of een angstcultuur? Dat weet ik niet. Ja, dat waren twee varianten. Bedoel, ja, wij als commissie zijn ook op zoek, maar misschien is er een derde of een vierde variant. Nee, maar het kan allebei zijn. Je weet het ook niet. Het kan ook zijn dat de een bang werd gemaakt en de ander hand boven het hoofd hield. Ja, maar dat weet maar u niet. Maar er is ons natuurlijk wel een signaal uit de medewerkers gekomen. En dat is de brief die leidde tot het onderzoek van Dubois. Ja. Maar ja, dat was een brief die naar ons privéadres ging. Want een wezenlijk probleem, sommige dingen kun je zo makkelijk oplossen, is geef de Raad van Commissaris een eigen brievenbus. Want, u had geen eigen brievenbus nee, als Raad van Commissaris? Nee, onze post ging via het secretariaat van de Raad van Bestuur. Dus de secretaris van de Raad van Bestuur was ook de secretaris van de Raad van Commissarissen. Nou hoeft dat en op zich geen probleem te zijn. Nou, ik zou dat nu nooit meer toestaan. Nee, maar u zegt daarmee, dus in het verleden heeft dat dus wel problemen opgeleverd. Het feit ja, dat er één... het feit van welke documenten komen nu wel of niet bij de Raad van Commissarissen. En... Maar heeft u een voorbeeld van waarvan u zegt van kijk, dat is toen fout gegaan? Ja, daar heb ik een voorbeeld van, want ik heb me de afgelopen tijd er heel erg in verdiept weer. Mm-hmm. En vanmorgen, toen ik naar de heer Mullenkamp zat te luisteren, toen schoot me opeens iets anders weer te binnen. En dat is de brief van minister Van der Laan in mei 2009 over de voortgang van hoe het op orde wordt gebracht bij Rochdale. Dat gaat allemaal heel goed. Dat zei ik al, daar was ik heel blij om. Maar er werd ook melding gemaakt van een klokkenluidersbrief, of een klokkenluider uit 2002, die zich gemeld zou hebben bij het Centraal Fonds. En er wordt heel uitgebreid uit de doeken gedaan wat die klokkenluider aangemeld zou hebben. Ja. En dat dat uit het naam besproken was met de Raad van Bestuur. En dat de voorzitter van de Raad van Bestuur had gemeld dat hij dat zou opnemen met de Raad van Commissaris. Met de voorzitter van de Raad van Commissaris. En hij liet ook een afschrift van een brief zien aan de Raad van Commissaris. En het brief van meneer minister Van der Laan staat dat dat voldoende vertrouwen was dat de Raad van Commissaris geïnformeerd was. Toen ik die brief van de Tweede Kamer zag, heb ik de heer Van Kuilenburg onmiddellijk gebeld. Ken je dit? Nee, daar wist hij. Hij wist het echt niet. Ja, dat is een voorbeeld waarbij dus de brief en, niet... En toen heeft de heer Van Kuilenburg een brief aan minister Van der Laan gestuurd. En die brief is van juni 2009. Een brief met welk doel? Dat wat in de brief aan de Tweede Kamer gemeld wordt, dat er al in 2002 een klokkenluider was. En dat de Raad van Commissarissen dat dus had moeten weten. Maar die informatie heeft was er niet. Ja. Waarschijnlijk de Raad van Commissarissen nooit bereikt. Nooit bereikt, ja. U zei eerder ook, binnen de Raad van Commissarissen namen we elkaar serieus. U voelt zich altijd serieus genomen binnen de Raad van Commissarissen? Ja. Okay. Geldt dat ook als het gaat om het contact met de bestuurder, met de heer Mullenkamp? Of ik me serieus gevoeld ja. door de heer... In die relatie van Raad van Commissarissen en het bestuur? Ja, dat denk ik wel. Heeft zich altijd serieus genomen gevoeld ook in nou ja, die relatie? Niet in zijn gedrag, maar wel in zijn uitstraling. Dus u vraagt of ik me serieus genomen voelde, ja. totdat het tegendeel bewezen was. Ja. Maar die indruk gaf hij wel. En met gedrag doelt u dus ook op wat er later uit is gekomen? Ja, met gedrag is dat... Hij zei dingen toe. De heer Van Nimwegen kon het vanmiddag heel beeldend voordoen hoe hij sprak over de Maserati. Van, oh, dom had ik niet moeten doen. Maar zo trad de heer Mullenkamp ook op. Dus hij had een soort manier van... Manipuleren, wat u net noemde? Nou, niet van zich voordoen. Van, ik heb jullie goed gehoord en ik neem het heel serieus en ik pak het op. En vervolgens deed hij niks. Nee, oké. Okay. U gaf ook aan, nadat het allemaal fout gaat en het is bekend bij Rochdale, dat de externe toezichthouders, waaronder het ministerie, maar ook het CFV en dat die eigenlijk zeiden van iedereen wist het wel. U maakte daarbij ook een statement dat
in die brieven van het ministerie dat er altijd lovend over werd gesproken. Dus het is wel heel erg makkelijk om dan te zeggen dat iedereen het wist dat het fout zat bij Rothschild. En u zei daarna ook van dat het goed is om als raad van commissaris ook zelf rechtstreeks contact te hebben met die externe toezichthouder. Ja. Dat het niet zo moeilijk moet zijn om een gesprek met elkaar in te plannen. Ja. Waarom is dat dan nooit gebeurd? Het was er niet en dat zou ik nu instellen. Maar waarom gebeurde het toen niet? Ik probeer te begrijpen wat daar toen... Weet ik niet. Ik weet ook niet of anderen het doen. Kijk, ik zie nu de urgentie ervan. Ik ben aan het zoeken naar verbetermaatregelen en dan zou dit er één zijn. Ja. Maar dat heeft dus wel te maken met het vertrouwen wat u eerder ook benadrukte. Dat bij de Raad van Commissarissen in ieder geval geen reden was om te zeggen van nou, we gaan eens contact hebben met de externe toezichthouder. Want wij maken ons wel zorgen over een aantal punten. Dus u vaarde ook, de Raad van Commissarissen ging toen ook echt uit van het contact met de heer Millekamp en vertrouwde daar ook helemaal op. Ondanks de gevoelens van kluisje in het riet. Nou, ik reageer nu even op uw vraag over het contact met de externe toezichthouder en dan speciaal het Centraal Fonds. Ja. Als die lovende dingen zegt, dan is er ook niet direct urgentie om te gaan zoeken van en te gaan vragen van wij moeten eens goed praten, want het gaat goed met ons. Maar u als raad van commissaris zit dichter op de organisatie. Ja. Dan zou je zeggen dat het toch een beetje vreemd is als de Raad van Commissaris alleen maar vaart op wat de externe toezichthouder over Rothschild zegt. Nee, maar ik vaarde niet alleen op wat de externe toezichthouder. Okay. Wij deden ook zeker zelf ons onderzoek. Oké. Okay. Ja. Okay. Even kijken, ik had nog... u zei ook dat de verslaglegging onvoldoende was. Bedoelde daarmee verslaglegging van de Raad van Commissarissen? Ja. Van de vergadering? Ja. En waarom was die onvoldoende? Omdat ik dat met de kennis van nu en zaken teruglezend zo percipieer. Achteraf dus? Achteraf. Kijk, je krijgt natuurlijk de eerstkomende vergadering, krijg je altijd het verslag te lezen en wordt geaccordeerd. Het wordt zelfs afgetekend door de voorzitter en de vicevoorzitter, dus het heeft een belangrijke status. Het punt is alleen, als je zo'n verslag van de vorige keer bekijkt, ga je op welke slakken ga je allemaal zout leggen. Maar je weet soms pas een jaar later dat wat er toen in die Raad van Commissarissen gezegd is, of was dat wel volledig, of klopt dat wel met elkaar. Ja, maar en ik kan me voorstellen dat als er een vergadering plaatsvindt en er worden notulen of een verslaglegging gemaakt, dat u als lid van de Raad van Commissarissen ook checkt of dat verslag klopt, dus ik vind het vreemd als u zegt van dat u achteraf past. Nee, maar dat deed ik ook, want het zit bij de volgende vergadering zit het stuk van de vorige keer. Toen vond u het voldoende dus, kennelijk. Ja. Okay. Ik ga met u door naar de Maserati, want daar heb ik een aantal vragen ook voor u over. Vanochtend is al aangehaald dat die Maserati de corporatie €8.475 per maand kostte. En ook binnen de Raad van Commissarissen is hierover gesproken naar aanleiding van de brief van de klokkenluider in 2007. En toen heeft de Raad van Commissarissen ook een onderzoek laten uitvoeren. Er schiet me even iets te binnen wat de heer Van Nimwegen eerder vandaag zei. Want die gaf aan dat er eigenlijk niet echt gesproken is binnen de Raad van Commissarissen over die Maserati. Die gaf aan dat de heer Millekamp met dit gebaar meteen al aangaf van nee, er wordt geen meter meer ingereden, discussie is gesloten. En dat er eigenlijk niet echt gesproken is binnen de Raad van Commissarissen. Klopt dat? Toen was de heer Van Nimwegen nog niet, want dit speelt in april 2007. Voor zijn tijd. En de heer Van Nimwegen kwam in november 2007. Oké, dus hij verwijst eigenlijk naar de periode... Een paar maanden daarvoor. Waarbij ook weer die Maserati ter discussie kwam en dat toen de heer Millekamp... Ik denk dat hij deed na zoals er... gezegd is hoe Millekamp reageerde toen hij werd aangesproken door de Raad van Commissarissen. Daar is Van Nimwegen zelf niet bij geweest. Oké. Dus hij heeft dit dan van horen zeggen? Ja, hij heeft het van horen zeggen. Maar u kunt ons nou vertellen of het klopt, want u was daarbij. Ik was erbij. Wij kregen op ons huisadres in april 2007 een klokluidersbrief. Mm-hmm. Een anonieme melder, laat ik het zo noemen.
En daar hebben we toen onmiddellijk onderzoek op voor laten doen door Dubois. Om te kijken wat er mm-hmm. speelde met de Maserati. In 2007 was ja, het. Dat ja, dat onderzoek was binnen 3 weken klaar. Dus in mei hadden we de uitkomsten beschikbaar. En daaruit bleek dat met de auto, dat op de teller 8000 kilometer stond. Dus dan is het een relatief nieuwe auto. En mm-hmm. dat strookt ook met wat de heer Mullenkamp vanmorgen heeft gezegd. Dat hij er toen nog heel weinig mee had gereden. Mm-hmm. We hebben het nu over 2007, maar dat iedereen rijdt was in 2006. Ja. Dus hij had inderdaad al een tijdje opgeslagen gestaan mm-hmm. ergens. Omdat medewerkers het onverstandige van hem hadden gevonden. Dus dat ja, klopt allemaal. Ja. Het gaat alleen om de tijdsvolgorde. Dus in 2006 rijdt hij erin. Dan wordt hij erop aangesproken door eigen medewerkers. Hij stopt ermee, hij laat hem opslaan. Mm-hmm. Dan krijgen wij toch nog als Raad van Commissaris een anonieme brief. Ik had die auto nog nooit gezien, maar dat klopt ook, want toen stond hij al lang ergens anders. Mm-hmm. En toen hebben we, nou ben ik bij uw vraag, ja, toen hebben we hem heel dringend aangesproken. Van dit is geen auto voor een voorzitter van de raad van bestuur van een woningcorporatie. Je hebt een symboolfunctie, dan rij je niet in zo'n auto. Mm-hmm. Of het nou een Maserati is of een Audi, je rijdt ja, gewoon niet in een auto van zo'n prijsklasse. Hoe reageerde de heer Mullenkamp? Nou, zoals de heer Van Nimwegen beeldend comfort doen. Van ja, dat snap ik ook wel. Had ik niet moeten doen. Mm-hmm. En welke afspraken maakte u vervolgens met de heer Mullenkamp? Verkopen. Verkopen? Onmiddellijk. En dan geen meter in rijden en zeker niet op kosten van Rochdale? En zeker niet op kosten van Rochdale. Dat was een duidelijke afspraak? Duidelijke afspraak, in die vergadering gezegd. Schriftelijk bevestigd, waarin wij de complimenten uitbrachten dat de heer Mullenkamp zelf al tot dat inzicht was gekomen dat het onverstandig was. En dat is mm-hmm. toch nog een pluim in dat opzicht gegeven. Maar een hele duidelijke boodschap, die auto gaat eruit. Ja. En dat gebeurde niet. Er is een paar keer er nog naar gevraagd. En dan krijgen we een beetje het Capella-verhaal. Ja. Dat een wollig verhaal over BPM, dat het kostentechnisch in het nadeel van Rochdale zal zijn. Dus verstandiger om hem even te laten staan. Ja. Nou, en toen, dat heeft u Van Nimwegen zelf horen zeggen, had hij er toch in gereden. Ja. En dat blijkt ook uit het onderzoek van Deloitte. Ja. Het enige wat ik nog wil weten is, was het voor de Raad van Commissaris een aanleiding, hè, in 2007 die discussie over die Maserati en die afspraken die hij toegemaakt heeft, was dat een aanleiding om de heer Mullenkamp nog kritischer te gaan volgen? Nou, voor mij in ieder geval. Ik weet niet, voor de andere collega's kan ik niet voor spreken. Daar heeft u geen zicht op. Of daar ook in de Raad van Commissaris een andere houding en sfeer is aangenomen. Nee, weet ik niet. Maar voor u wel? Absoluut. U stond toen, vanaf toen wel een beetje op scherp. Een beetje, u stond toen op scherp. Ja. Om nog beter te controleren op wat ja, er gebeurde. Kijk naar mijn collega Oskan. Even nog een ander punt. U noemt twee keer de kwestie Nabom. Ja. En dat zegt ons wel wat. Maar er zijn heel veel mensen die dat... Mm-hmm. Die vraag zit natuurlijk af. Oh ja, die moeten we wel aanzetten. Sorry. Dat is goed. Ja. Wat die kwestie Nabom nou precies is. Kunt u dat even kort duiden? Nou, ik weet vooral dat er een kwestie is. En ik hoop juist ook opgehelderd te krijgen wat de kwestie is. Rob Kleijwegt en ik, die beoordeelden de kwartaalrapportages. En daarin kwamen we een voorziening tegen van een paar miljoen voor Nabom. En wij vonden de toelichting daarvoor niet duidelijk genoeg. Dus toen hebben we van. Wij maakten altijd een annotatie van de zaken die in het auditcommissie waren besproken. En dingen die we relevant vonden, die tilden we op naar de volledige Raad van Commissarissen. En dit was er dus één van, dat wij vroegen om een nadere toelichting op hoe dat nou zat met die paar miljoen. En toen kregen wij in de eerstvolgende vergadering een A4'tje met vooral veel tekst en weinig cijfers. Terwijl ik hou meer van getallen dan van lange teksten. En ik kon daar geen chocola van maken. Dus we hebben het toen niet behandeld en teruggestuurd. Maak het duidelijk, toen kregen we wel een cijferoverzicht.
dat snapte ik nog steeds niet, terwijl het toch alleen maar optellen en aftrekken was. Maar, en ik kan wel rekenen, maar dat was gewoon een volstrekt verwarrend cijferoverzicht. En toen hebben we het weer teruggestuurd en toen was het eind oktober 2008. Dus ik heb daar nooit... maar het was iets met schuiven met geld. Ja, maar Nabon was wel een bedrijf waar Rochdale zaken mee deed. En wat wij daarvan hebben begrepen is dat Rochdale ook geld had geleend aan Nabon. Pardon. Dat weet ik niet. Dat heb ik ook begrepen. Het is allemaal van voor mijn tijd. Ja. Er schijnt een afspraak te zijn geweest met Nabon dat zij woningen verhuurden die leeg stonden in de Bijlmer. En daar hadden ze een soort package deal over met allemaal plussen en minnen. En ik hoop dat ooit eens een keertje te begrijpen. Ik denk dat het nou voor iedereen iets duidelijker is. Niet helemaal, maar wel een beetje. We gaan verder. Kunt u vertellen hoe de schorsing is verlopen van de heer Mullenkamp? Ja. De aanzet daartoe heeft u vanmiddag van de heer Van Nimwegen gehoord. Die had iets geconstateerd dat er dus nog gereden was met die Maserati. Die heeft Jan van Kuilenburg gebeld op vrijdagochtend 9:30. En Jan van Kuilenburg heeft de rest van de Raad van Commissarissen gebeld. Dat het voornemen was om de heer Mullenkamp per direct te schorsen. En dat moest unaniem. En of ik daarmee akkoord ging. En mijn reactie was eindelijk. En niet eindelijk in de zin van de tijd die het had geduurd. Maar meer dat we nu genoeg signalen hadden tot zo'n ingrijpende maatregel. Ja, helder. In de periode dat u lid was van de Raad van Commissarissen is Rochdale regelmatig op zoek gegaan naar nieuwe fusiepartners en samenwerkingsvormen. Wat is de reden dat Rochdale dat wilde, dat fuseren? Nou, dat gebeurde natuurlijk heel veel in die tijd in corporatieland. Fusies rolden over elkaar heen. Ja, het zoeken naar een goed werkingsgebied en een mooie portefeuille. Groter groeien. Mm-hmm. Wat was de rol van de Raad van Commissarissen bij die fusie? Ja, die werd er wel bij betrokken. Maar de fusie met Nieuw Amsterdam heb ik zelf helemaal meegemaakt. Maar dat was eigenlijk, dat is de corporatie die de hele Bijlmer in beheer had. Rochdale was de fusie van Patrimonium en Rochdale Oud. Dat was Rochdale geworden. En je had Nieuw Amsterdam, die beheerde de hele Bijlmer. En de Raad van Bestuur en de Raad van Commissaris van Rochdale en Nieuw Amsterdam was hetzelfde. En ik kwam binnen op het moment dat je nog die twee corporaties had, maar wel een personele unie. En dan is ook de toelichting van de heer Mullenkamp van vanmorgen duidelijk, dat hij zei, er werd over de Bijlmer apart vergaderd. Ja, dat kwam omdat het formeel nog twee corporaties waren. En ik heb de fusie in 2006, 2007 meegemaakt van Nieuw Amsterdam en Rochdale. En toen werd het allemaal Rochdale. Maar daar gebeurde niet zoveel. Toen is er een fusie met AWV afgeketst. Mm-hmm. En de fusie met Woongroep Holland, die ook aan de orde is geweest. Ja. Die heb ik meegemaakt, maar als ik het me goed herinner, was Rudolf Rood degene die dat in portefeuille had namens de Raad van Commissarissen. Ja. Maar weet u nog wat de reden was achter de mogelijke fusie met Woongroep Holland, met Rochdale? We zijn twee dagen op de hei geweest daarvoor en toen heeft... John van Nimwegen zat toen wel al in de voorbereiding daarvan en die heeft toen een goede wervende presentatie gegeven dat het soort woningen wat in Amstelveen stond heel goed aansloot bij het Amsterdamse bezit, zodat bewoners uit Amsterdam een wooncarrière kunnen maken. Ja. En dat vond ik een plausibel verhaal. Ja. Uit het verslag van de Raad van Commissarissen blijkt dat de toenmalige bestuurder van Woongroep Holland, zijn naam is ook al eerder gevallen, de heer Van den Berg Jets, dat hij een zetel eiste in het nieuwe bestuur. Ja. Wat vond u daarvan?
Nou, of je het echt eiste, dat weet ik niet, maar staat in het staat er. Ook over dat soort dingen is uitgebreid gesproken. Want dat is niet mijn hobby, maar dat gebeurt dan wel in dit soort fusieperikelen. Dat is gebruikelijk. Dat dit ja, wat gebeurt er met de raad van... Weet je, je hebt twee voorzitters van de raad van bestuur. Je hebt twee voorzitters van de raad van commissarissen. Als dat samenvoegt, hoe ziet die nieuwe constellatie er dan uit? Ja. En ik vind het niet zo'n verrassing dat het beeld was dat van de Berg Jets, de beoogde voorzitter was, zou worden van de nieuwe fusiecorporatie. Ja. Van Nimwegen, tweede man, die kon dan ingroeien. Mm-hmm. En dan was het bij de Raad van Commissarissen, zou het andersom zijn. Dan zou Rosdeel de voorzitter van de Raad van Commissarissen leveren. Ja. Want de heer Van Kuilenburg zou ook, die zat er al veel te lang. Dus die zou weggaan en dan kon er een nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen komen uit de gelederen van Rosdeel. Ja, u zegt het is gebruikelijk dat er over gesproken wordt over dit soort posities, maar hoe zwaar wegen? Want vaak gaat het ook om de posities van personen, van bestuurders, van commissarissen. Hoe zwaar weegt dat in die discussies over fusies? Nou, voor de personen zelf heel erg. Ja. Die zijn er vol van. Er was ook een boekenonderzoek gedaan. Dat vind ik veel belangrijker. En voor zover ik erbij betrokken was, is het in die volgorde gegaan. Eerst een boekenonderzoek. Nou, dat heb ik toen aangehoord en dat zag er aardig uit. Maar ik vond het lang nog niet voldoende als basis om te besluiten van nou, dit is echt een goede fusiepartner. Maar ja, je moet ook klikken. Hè. Het is ook een cultuurverhaal als je gaat fuseren. Er zijn twee organisaties die samengaan. Dus toen zijn we die twee dagen de hei opgegaan. Met nog eens een keer een aanvullende presentatie van Van Nimwegen. Dat was een vergadering van niet heel bijzonder. Het klikte niet verschrikkelijk goed en daar was ook niks mis mee. Mm-hmm. En het zou dus doorrollen totdat, nou dat heeft u vanmiddag ook gehoord, opeens de stekker uit werd getrokken door Van den Berg Jets. Opeens? Ja, wat opeens. Is de reden? U weet niet wat geen de reden idee. Is? Nee. Heeft dat niet te maken met die eigen positie? Zou kunnen. De functie, ja, maar zou dat kunt kunnen. U niet bevestigen? Nee, dat weet ik niet. Okay. Dus de Raad van Commissarissen was ook niet op de hoogte waarom? Nee, het was een volslagen verrassing. Voor iedereen binnen de Raad van Commissarissen? Okay. Nou, voor iedereen kan ik niet verspreken. Maar niet voor jezelf? Ja. Okay. Kijk naar mijn collega. Ik zie nog twee discrepanties in de verschillende verklaringen. De beoogde bestuursvoorzitter zei u, dat was Van den Berg Jels. Dat hadden wij ook al eerder meegekregen. Van Nimwegen heeft zelf gezegd, nou ja, ik zou niet de man worden. Maar Mullenkamp daarentegen zei van, nou, daar was hij ook op aangezocht. Van Nimwegen zou de man worden. Maar op termijn. Op termijn, maar niet meteen. Nee. En een ander punt is dat over de rol van Nimwegen bij die fusie. Hij zelf zegt, ik was nog niet aangetreden, maar ter voorbereiding op wat ik mee ging maken, was het toch wel handig dat ik alvast met de Raad van Commissarissen sprak van en Rosdeel, maar ook van Woongroep Holland. Ik kan me voorstellen dat Van den Berg Jels dat ook dan andersom zou hebben gedaan. Maar u zegt nu van, hij hield ook een presentatie, een wervend verhaal, over die woning in Amstelveen bijvoorbeeld. Maar zelf zei hij daar niet zoveel over, meer dat hij zei van ja, ik was een beetje aan het zoeken of dat wel een goede fusie was, maar... Ik vind er geen tegenstrijdigheid nee, in nee, zitten, hoor. Nee, dat hoeft ook niet. Nee, want de presentatie was niet sec gericht op de fusie. Dat was meer, wat voor corporatie zijn we, hoe ziet ons woningbezit eruit als wij groter willen groeien, in welke gebieden zouden wij dan kunnen uitbreiden? Ja. En toen is er bijvoorbeeld voor gekozen om zeker niet richting Almere te gaan. Ja. Maar het te zoeken in, en ook niet boven het kanaal. Dus zo ongeveer de richting Amstelveen. Ja, dus hij dacht wel mee over de plannen. Ja, het ging niet echt sec over die corporatie, maar meer over het soort woningen en okay. Het gebied. Ja, nee, maar dan is het ook geen... Dan zit er ook geen licht tussen. Is het ook geen verschil? Nee, prima. Nou, mijn collega Hartje die had het net al over de schorsing van de heer Mullenkamp. 24 oktober 2008 is die geschorst. En de vraag is een beetje hoe die reageerde. Want dat kwam denk ik hard aan. Dat weet ik niet, want ik heb hem niet meer gezien sinds eind januari. Ik heb hem niet geschorst, dat is door de heer Van Kuilenburg gebeurd. Okay. En daarna heeft u geen contact meer gehad?
Ik heb hem gezien bij de bijeenkomst waar we hem ontslagen hebben. Ja. Oké, maar dus tussen de schorsing en het ontslag heeft u geen contact met hem gehad? Wel gehoord van Kalenburg? Ik kan me voorstellen dat hij even de Raad van Commissarissen informeert hoe dat gesprek is verlopen. Ja, vast. Ja. En dat, ja, maar daar heb ik geen herinnering meer van. Okay. We gingen meteen heel hard aan de slag. Nou, toen kwam Erens als interim directeur. U introduceerde hem al even. Hoe verliep dat contact tussen de Raad van Commissarissen en de heer Erens? Naar mijn beeld goed. Ja. Was een verademing. Hij ging de zaken oppakken. Ja. En hij bracht rust. Dat heb ik zojuist al gezegd. En dat vond ik heel erg belangrijk voor de medewerkers en de huurders. Hoe zou u hem typeren? Als iemand die zaken meteen oppakt en ook doet wat hij zegt. Ja. Want als ik ergens om vroeg, dan was het er ook de volgende keer. Daadkrachtig iemand? Daadkrachtig. Nou, de Raad van Commissarissen had geen goed gevoel, hè? Daarom ook was ook die schorsing daar. En uiteindelijk hebben jullie om een forensisch onderzoek gevraagd, Deloitte de opdracht gegeven. En toen kwamen er nogal wat onregelmatigheden of onrechtmatigheden boven tafel. Wat was uw reactie op dat rapport? Schrok u daarvan of dacht u, ik heb het altijd al geweten? Of zit het er ergens tussenin? Ik schrok er heel erg van en dat het nog erger was dan dat ik bang was dat het was. Die andere commissarissen? Ook. Want dat was een beetje, de druppel was het eigenlijk al bij die schorsing, maar dit was wel heel heftig. Ja. Ja. Waren in die tijd ook wel contacten met het ministerie, hè? En Rochdale, maar ook wel met individuele leden van de Raad van Commissarissen? Had u zelf contacten met het ministerie? Ik ben naar, ik dacht, 2 en misschien 3 keer mee geweest. En dat voelde echt als op het matje geroepen worden op verschillende niveaus. En ging u dan met Van Kuilenburg of ging u dan met Erens? Nee, niet met Erens. Met Van Kuilenburg en Gerard Gruppe. En we zijn ook een keer met de hele raad geweest. Maar het waren geen prettige gesprekken? Nee. En met wie sprak u dan? Met de DG of met een... Ja, en met de directeur, waarvan ik nou de naam van de directie niet weet. En met het Centraal Fonds. En een ambtenaar of 6, 7 zat er. En waar gingen die gesprekken over? Met name over dat rapport? Nee, want dat was toen nog niet beschikbaar. Dat was wel van, wanneer komt dat nu eens? Ja. En daar zaten wij zelf natuurlijk ook met smachtend op te wachten, want... Deloitte zou sneller hebben opgeleverd dan ze gedaan hebben. En zolang we daar geen uitkomsten mee hadden, konden we ook niet zoveel. Ja. En, Was Deloitte een huisaccountant? Nee, was KPMG. Nou ja, uiteindelijk werden er wel conclusies getrokken uit die rapportage. En volgde het ontslag al vrij snel, 30 januari 2009. Daar bent u wel bij geweest. Kunt u eens vertellen hoe dat gegaan is, dat ontslag? Ja, misschien ook even naar de aanloop daartoe, omdat de schorsing die kon 2 maanden duren. En omdat heer Mullenkamp op 24 oktober was geschorst, betekende dat de schorsingstermijn afliep op kerstavond. Ja. Een beetje sneu. En het onderzoek was ook nog niet klaar. Dus toen is ervoor gekozen, met instemming van de heer Mullenkamp, om het onderzoek daarop te wachten. Ja. En de heer Mullenkamp heeft ook uitgebreid gelegenheid gehad om de resultaten te zien voordat de Raad van Commissarissen het kreeg. En dat vind ik ook terecht, want degene die onderzocht wordt, die mag eerst zien wat er over hem of haar gezegd wordt. En die mag erop reageren. Ja, dus die heeft weerwoord kunnen voeren schriftelijk. Heeft hij gedaan? Ja, heeft hij gedaan en met ondersteuning van zijn advocaten. En de Raad van Commissarissen kreeg het rapport van Deloitte, inclusief de reactie van Mullenkamp. Ja. En die hebben we besproken op 30 januari. Oké. En hoe ging dat toen, het gesprek? Daar hebben wij de heer Mullenkamp naar mijn mening uitgebreide gelegenheid gegeven om te reageren op vragen die de Raad van Commissarissen nog had. Mm-hmm. Die waar licht zat tussen...
wat Deloitte had geconstateerd en wat de heer Mullenkamp in zijn weerwoord had opgeschreven of had laten optekenen. Een van de dingen die mij buitengewoon stoorde was dat in zijn weerwoord stond dat hij niet in een Maserati had gereden. En dat had hij gewoon wel. Ja. Maar zo waren er nog een punt of 10 en die zijn we stuk voor stuk afgelopen. Toegelicht wat de Raad van Commissarissen ervan vond. De heer Mullenkamp laten reageren, zijn woord laten doen. En aan het eind heeft hij nog het laatste woord gehad van wat wilt u nog meer inbrengen? Toen hebben we geschorst en na de schorsing is er een hoofdelijke stemming geweest wat de uitkomst moest zijn. En dat was ontslag op staande voet. Ja, ja. En dat gesprek, zeg maar de insteek van het gesprek, was dat al een voorgenomen besluit om hem te ontslaan? Of was het gewoon we gaan het rapport bespreken en dan daarna dan tellen we onze knopen? Het was geen voorgenomen besluit, want dat kan niet. Je moet eerst de heer Mullenkamp goed gehoord hebben. Ja. Hij moet alle gelegenheid hebben gehad om zich te verdedigen. En als die verdediging onvoldoende is, dan pas kan je deze maatregel nemen. Je mag daar niet gaan zitten met voorbedachte raden. Nee, oké. Een paar dagen later stapt ook de Raad van Commissarissen zelf op. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om af te treden? Die maandag en die dinsdag, 2 en 3 februari... Ja, rolde de media over de affaire heen. En de heer Van Leeuwen van Edes die schreef een open brief. Ja. En u doet onderzoek naar wat is er gebeurd, hoe heeft het kunnen gebeuren en wie is er verantwoordelijk. Wij, hè? Bedoelt u? Ja, dat doet u. Ja. Ja, ja. En de heer Van Leeuwen die wist het blijkbaar al. Want die schreef, het ligt aan de Raad van Commissarissen, want die zitten er veel te lang. Was het maar zo simpel. Ja. Natuurlijk, dat is vandaag ook al een keer gewisseld, een aantal leden van de Raad van Commissarissen zaten er lang, veel te lang. Maar bijna de helft was inmiddels vernield. Ja. Ik was er 3 jaar, Rob Kleijweg 2,5 en Ferry Houtermans nog slechts een paar maanden. Dus, maar ik voelde me dus niet persoonlijk aangesproken, maar ik kon wel heel goed het sentiment begrijpen. En het maatschappelijk vertrouwen in de Raad van Commissarissen was weg. En dat is uiteindelijk ook de reden waarom wij allemaal zijn afgetreden in 1 keer. Maar er is ook niet zonder slag of stoot gegaan. Nee. Vooral Rob en ik, Rob Kleijweg en ik, hebben daar nog langer over getwijfeld. Wat moeten we dat wel doen? Want we waren al vanaf oktober bezig met allerlei vernieuwingen en dat ging ook goed. Met de Erens was het, we zagen ook echt verbeteringen. Maar uiteindelijk heeft toch de doorslag gegeven dat imago wat ons opgelegd was. Ja. Jullie zitten er te lang, het is jullie schuld, jullie moeten weg. Dat was ook de oproep van Willem van Leeuwen, van Edes. Ja. Hou de eer aan jezelf, allemaal. En dan is het ook samen uit, samen thuis. En dan is het ook samen uit, samen thuis, ja. Vond u van de rol van Van Leeuwen? Ik had steun ik had gehoopt op steun. Dus ik vond het makkelijk om dit af te doen als een incident. En als je nou met de Raad van Commissarissen naar huis stuurt, dan is het incident opgelost. Dat vond ik jammer, want ik had juist gehoopt op steun vanuit de koepelorganisatie. Ja. Was dat nou de nekkenbreker, zou ik maar zeggen? Of waren jullie anders toch wel afgetreden als Van Leeuwen die brief niet had geschreven? Nou, zeker niet op dat moment. Nee. Kijk, het ministerie was ook boos op ons. Maar die hadden ook een groot probleem in 1 keer toen er geen Raad van Commissarissen meer was. Nee. Duidelijk. Nou, we gaan nog even naar het rapport Vlug. Hè? Ja. Vroeger zelf al om, maar we waren het ook van plan. Eind 2008 hebben jullie gezegd, nou, dan moeten we ook maar eens even zelf de spiegel voorhouden. En toen is Vlug ingeschakeld om onderzoek te doen, evaluatieonderzoek. En daar is een rapport uitgekomen met de titel Ongezond Vertrouwen, veelzeggende titel. En de Raad van Commissarissen die vonden eigenlijk dat rapport kwalitatief onvoldoende. Dat vond de Raad, dat was het algemene beeld. Wat vond u daarvan? Er zijn verschillende versies. De eerste versie
vond ik onvolledig en op onderdelen onjuist. Dus ik heb veel inspanning erin gestoken om materiaal aan te dragen, om het stuk vollediger te krijgen en naar mijn beeld evenwichtiger. Dat heeft Paul Vlug ook voor een groot deel overgenomen. Niet alles, want de onderzoeker is natuurlijk zelf verantwoordelijk. En daar bleven verschillende punten. De een vond dit er niet goed in staan, de ander vond dat er niet goed in staan. Er waren allemaal haken en ogen aan, vonden wij als Raad van Commissarissen. En wij hadden de mogelijkheid om een reactie te geven van, in een bijlage wat wij ervan vonden, zodat we nog op punten in konden gaan. En daar hebben we het over gehad of we dat zouden doen of niet. En toen was de afweging, ja, maar als wij nu aangeven op welke punten we het echt niet eens zijn, dan wekken we de indruk alsof we het op andere punten wel eens zijn. Wel eens zijn. Ja. En je committeert je aan het totale rapport. En toen hebben we ervoor gekozen om ons er helemaal niet aan te committeren. Dus afstand te doen. Maar de onderzoekers wisten heel goed hoe wij over het rapport dachten, want die hebben we gedeeld in de reacties en de verschillende versies. En dat was op veel punten dat jullie het niet eens waren? Ja. Waar zat dan de belangrijkste kritiek? Was het onderzoek niet goed of was het geen afgewogen oordeel? Of? Het was een onderzoek. Ja, ik ben onderzoeker. Ik vond het onderzoek te veel gebaseerd op meningen. Het waren vooral interviews die gehouden werden. Ja. Iemand kan iets zeggen, maar ik vind dat je wat iemand zegt moet staven met bronnenmateriaal. Is het waar wat iemand zegt? Je moet meningen met elkaar kruisen. Dat was voor mij onvoldoende duidelijk of dat gebeurd was. Het was voor mij niet duidelijk of het onderzoeksbureau echt ook in de documenten zelf gedoken was. Hè? Of als het ging over hoe er in de Raad van Commissarissen gesproken werd, wat hebben ze dan echt onderzocht? Dus ik had vooral kritiek op de methodologie. En we waren zeer ongelukkig met de titel. Ja. Want dat komt nu ook steeds bovendrijven. Ja, zeker. Dat blijft hangen, hè, dan. Ja. Als wij kijken naar een aantal punten van het rapport, dan zie je dat de vicevoorzitter en de voorzitter 28 jaar in de Raad van Commissarissen hebben gezeten. Nou, dat zou nu onmogelijk zijn. Er zijn nu allemaal gelukkig allemaal gedragscodes en statuten waaruit blijkt dat die termijn tussen de 8 en de 12 jaar zou moeten zijn. Wat is nou uw inschatting? Kan je dan nog afstand nemen van zo'n bestuursvoorzitter die er ook al 25 jaar zit? Of ben je dan zo close met elkaar en zo verweven dat je eigenlijk je taak niet meer naar behoren kan uitvoeren? Ik vind het veel te lang, dat buiten kijf. Het risico van te lang zitten heeft dit in zich, dat je verweven raakt. Ja. Maar of dat feitelijk zo was bij Rochdale, dat heb ik niet echt tastbaar. Als u dan kijkt naar die twee oudjes die er al zo lang zaten, merkte u dan dat ze kritisch waren of waren ze juist dat ze een beetje het bestuur en de Raad van Commissarissen op één lijn probeerden te brengen? Nee, dat deden ze niet. Dat deden ze niet? Nee. Waren ze kritisch? Niet zo kritisch als dat Rob en ik waren. Nee. En Rood was ook een van de... Rudolf Rood, ja zeker. Ja. Als u dan zegt, nou ja, Vlug, dat is eigenlijk van onvoldoende kwaliteit. Wat als we dan het rapport Hoenderbos op tafel zouden leggen, wat is uw evaluatie dan van de Raad van Commissarissen? Dat er veel ervaring en historisch besef was, vind ik ook heel erg belangrijk. Dat je weet waarom dingen zijn zoals ze zijn, omdat dat zo tot stand gekomen is. Ja. Maar de balans daarin was verkeerd. En wij hadden meer aan scholing moeten doen. Ja, want Vlug zegt dan op bepaalde competenties was er eigenlijk niemand, hè? Dat heeft u net ook de heer Van Dinmee gehoord gezegd. Ja. Dat herkent u wel. Ja, dat ben ik ook eens. Er was dringend behoefte aan iemand met een portefeuille op vastgoedgebied die daar echt verstand van had. Projectbeheersing, hè? Dat je weet hoe je dat soort projecten aanpakt. En ik had zelf graag iemand bij gehad met fiscale kennis. Maar dat was ook in de planning, omdat er een functie vakant was.
Ja. Die is niet opgevuld omdat we zouden gaan fuseren. Nee. En als je dan een fusiepartner hebt die misschien een goede commissaris kan leveren, dan neem je die. Ja. We hebben het al even over het bestuursmandaat gehad, maar zo'n raad van commissaris heeft natuurlijk meer instrumenten. Hadden jullie voldoende instrumenten om jullie taak goed te kunnen doen? Ik weet niet op wat voor instrumenten u doelt. Nou, wat ik eigenlijk bedoel is werden jullie voldoende voorgelicht? Was het een transparante cultuur in de interactie tussen het bestuur en de raad van commissaris? Eigenlijk meer dat soort dingen. Nou, we werden zeker niet transparant voorgelicht. Dat heb ik denk ik al toegelicht. Als het aan de orde was, werden er wel presentaties gegeven door deskundigen. Ja. En die waren over het algemeen goed. Goed. Ja, en dat waren niet de minsten. De heer Wissemius is een keer geweest en de heer Vermeend. En dat waren, die weten waar ze het over hebben. Ja, zeker. U heeft eerder al gezegd wat de Raad van Commissarissen zelf deed om het niveau omhoog te krikken. Met cursussen en met ook... Goed. Hoe kijken jullie tegen Rochdale aan? Waren jullie er trots op? En wat was er goed, wat was er niet goed? Toen de vacature vakant kwam, het was gewoon een open vacature voor een lid van de Raad van Commissarissen. Toen heb ik met belangstelling juist bij Rochdale gesolliciteerd, omdat ik Rochdale kende als een goede corporatie met hele goede prestaties. Ik heb aan de Technische Universiteit Delft gewerkt en veel onderzoek gedaan bij en over corporaties en vooral over naoorlogs woningbezit. We hebben heel veel onderzoek gedaan in de Bijlmer in de jaren 80. En toen was de Bijlmer werd nog beheerd door 15 verschillende beheerders. En soms ging het beheer zelfs in één flat, hadden verschillende beheerders, gingen daarover. Ja. En in die tijd waren Patrimonium en Rochdale Oud echt hele goede verhuurders. En het is ook niet voor niets dat Nieuw-Amsterdam ook in die handen is gekomen. Want al die 15 corporaties hebben toen hun bezit van de Bijlmer overgedragen aan Nieuw-Amsterdam. En Nieuw-Amsterdam is gelieerd aan Rochdale. En dat was gewoon heel goed. Ja. Ik heb toen ik op de universiteit werkte, toen organiseerden we ook internationale congressen. En dat was midden jaren 80. En toen hadden we een onderzoek naar Post for Housing and Trouble. En toen kwamen mensen over de hele wereld kwamen kijken hoe erg het in Nederland was. En toen was de Bijlmer, was de leegstand daar meer dan 20%. En dat vonden wij een heel groot probleem. Maar de volkshuisvesters uit Engeland en de banlieues uit Frankrijk, die liepen in de Bijlmer van, waar is nou het probleem? Ja. En dat was dus de Bijlmer op zijn meest abominabele situatie. En al die investeringen daarna, waar de heer Mullekamp zo goed over kan vertellen, die hebben de Bijlmer natuurlijk tot een voorbeeld gemaakt. Dus het is niet alleen maar naam en faam, maar zijn ook daadwerkelijk goede prestaties geleverd. En dat doe je niet alleen als voorzitter van de Raad van Bestuur. Dat zijn ook al die mensen die het werk doen. Ja, nou, dat zegt hij ook. Maar daarom is het zo jammer dat die onregelmatigheden zijn gebeurd. Want die bepalen nu toch een beetje het beeld. Het is heel jammer. En meer dan dat. Kijk het naar Mullekamp, heeft u al gezegd. Een hoop goed werk gedaan, samen met zijn team, met de hele club. Maar goed, hij was toch wel degene die zijn nek uitstak. Ja. U heeft ook gezegd van, ja, niet altijd open en eerlijk alles verteld tegen de Raad van Commissarissen. Ja, en dat is laakbaar en onacceptabel. Ja, en dan resulteert dat eindelijk in 2008 tot de schorsing. Ja. En vrij snel daarna dat ontslag. Als u nou terugkijkt, zouden er dan dingen die u anders had willen doen of aan de commissie mee wil geven? Ja, dat is de adviezen, de aanbevelingen die de heer Swarts heeft gedaan. Gisteren. Gisteren. Ja. Daar sluit ik me bij aan. Die vind ik heel goed. Maar het kan ook in hele kleine dingen zijn die ik vandaag al heb aangestipt, die snel te realiseren zijn. En dat zijn meer gewoon informele gesprekken. Ja. Dus tussen de
het auditcommittee van de Raad van Commissarissen met de interne controller en met de huisaccountant, met de accountant en met de externe toezichthouder. En je praat met iedereen afzonderlijk en je praat met elkaar. En dat doe je met de voorzitter van de Raad van Bestuur, maar vooral ook zonder de voorzitter van de Raad van Bestuur. En dat is wat er mis was bij Rochdale. Ja. Want wat mijn beeld is niet zo, wat de heer Mullenkamp vanmorgen zei, dat de accountant uitgebreid afzonderlijk sprak met de Raad van Commissarissen. Nee. Dat was zelfs niet met het auditcommittee, want er zat de financieel directeur erbij. Want wat deed die accountant dan wel naar de Raad van Commissarissen? Ja, hij leverde dus een rapport en daar kwam dan een keer een toelichting op. Ja, en dat deed hij schriftelijk goed en hij gaf ook de pijnpunten aan. Maar naar mijn idee had hij achteraf had hij dat met veel meer urgentie kenbaar moeten maken. Ja. Goed, het OM verdenkt de heer Mullenkamp van fraude en zelfverrijking. We hebben die vraag ook al aan Van Nimwegen gesteld. Die zat er natuurlijk als medebestuurder wat dichter op. Maar goed, u was ook lid van de auditcommissie. Heeft u nog terugkijkend misschien eerder signalen gehad dat u dacht, het is geen zuivere koffie? Ik denk dat ze allemaal de revue gepasseerd zijn. En dat voor ons de aanleiding was om te schorsen genoeg was. En uiteindelijk ook om hem te ontslaan. Maar dat als je dan naar het rapport van Deloitte kijkt. Het forensisch rapport van Deloitte. Wat in januari 2009 is opgeleverd. Dan zijn dat vooral zaken in de sfeer van persoonlijke verrijking. In het kader van pensioenen. En in een Maserati rijden. Maar de strafzaak zal nog duidelijk moeten maken hoe het met de vastgoedtransacties zit. Ja. En daar heb ik geen inzicht in. Nee. Ik wil u nog twee uitspraken van de heer Mullenkamp vandaag voorhouden over de Raad van Commissarissen. Toen wij vroegen van, is het nou duidelijk als die plannen er wel of niet zijn, meer jaren investeringen, mm-hmm. Het toetsingskader. Toen heeft hij gezegd dat het was klip en klaar waar de Raad van Commissarissen aan moest toetsen. Wat zegt u dan? Nee, dat was niet zo. Dat was niet zo. Nee. En de andere ging over zijn ontslag. Toen heeft hij gezegd, ik ben onrecht aangedaan door de Raad van Commissarissen. Vanuit zijn beleving kan ik dat me goed voorstellen. Maar ik ben het er niet mee eens. Nee, dat was voldoende onderbouwd. Absoluut. Ja. En dat bleek ook wel later bij de kantonrechter. Ja. Oké, dank u wel. Dank u mevrouw Hasje en meneer Oskam. Het woord is nog even van de heer Groot. Ja, dank u wel, voorzitter. Nog even twee slotvraagjes. Dat is ten eerste, de heer Mullenkamp heeft vanochtend ook gezegd dat de Raad van Commissarissen het totaal oneens was met het rapport Vlug. Wat vindt u daarvan? Ik was het niet totaal oneens. Het had beter gekund. En zoals het rapport naar buiten is gegaan, daar staat inderdaad in dat de Raad van Commissarissen afstand neemt van het rapport, maar dat hebben we gedaan omdat we ons niet wilden committeren aan delen waar we niet op reageerden. Mm-hmm. Er zaten ook hele goede dingen in. Een passage die nog niet aan de orde is geweest, maar die voor mij in het rapport rapport Vlug heel verhelderend was, is dat op een gegeven ogenblik er staat dat vanuit het apparaat, de medewerkers van Rochdale, informatie naar de Raad van Commissarissen zo werd geschreven zodat wij het zouden aannemen. Ik wil de passage wel voor u voorlezen, want ik heb hem... De heer Van Nimwegen heeft ook al in die richting gehind. Ja, en dat was voor mij een eye-opener, want dat betekent ook dat het... dat ook aan meegewerkt is om informatie versluierd naar de Raad van Commissarissen te brengen. Dus het was niet zo dat de Raad van Commissarissen totaal oneens was met het rapport? Nee. Nee. Dan nog een andere vraag. U hebt in voorkomende gevallen kritische vragen gesteld, soms ook heel productief. Hè, als het gaat om bijvoorbeeld de derivaten, wat toen niet doorgegaan is. Maar op andere momenten laat de Raad van Commissarissen zich toch met een kluitje in het riet sturen. En mijn eenvoudige vraag is, voelde de Raad van Commissarissen dat ze in feite dat ze in charge zijn, dat ze de werkgever van de bestuurder zijn, dat ze in feite de baas van de woningcorporatie zijn? Ja, je hebt als werkgever heb je nog twee rollen. Je bent de baas van de corporatie, ja. Dus alle besluiten die
bij de Raad van Commissarissen thuis horen, moeten daar ook komen, bij de voltallige raad. Je hebt ook nog zoiets als de werkgeversrol naar het bestuur, dus de remuneratiecommissie. En dat waren de voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen, die voerden de functioneringsgesprekken met de bestuurders. In hoeverre die rol is opgepakt, heb ik geen zicht op. Het is toch een beetje gek dat een werkgever zich met een kluitje in het eet laat sturen. Dat was ook aanleiding om de heer Mullenkamp te schorsen. Want het duurt een poosje voor je doorhebt dat het een kluitje in het riet is. Dat heb ik hopelijk ook proberen duidelijk te maken. Dat er werden heel vaak gewoon plausibele antwoorden gegeven. Hè? Met het WSW-borging voor Franka Meijert. Het is weekend, maandag krijg ik de handtekening. Mm-hmm. Ja, dan ga ik niet het WSW bellen. Klopt het dat je maandag een handtekening zet? Dus ik kon niet alles staven wat mij gezegd wordt. Er moet een bepaald percentage, en gezien de omvang van het werk, een behoorlijk percentage moet je voor waarheid aannemen. Alleen als dat vertrouwen beschaamd wordt, dan moet je scherper worden en dan ook heel hard optreden. Dat is het enige middel wat je dan hebt. Dank u wel. Dank u, meneer Groot. Mevrouw Hoenderdos, we zijn bij het einde van het openbaar verhoor. We zagen u voorafgaand aan het forum nog even overleggen met de heer Van Nimwegen. U spreekt hem nog vaker? Of? Ik heb hem niet gesproken, maar hij keek omhoog. Oh, en okay. Ik heb alleen even naar hem gezwaaid. Ja. Nee, ik heb hem nooit meer gesproken. Spreekt u nog wel eens iemand anders uit die tijd? De heer Kleiwecht. En is dat soms in het kader van terugblikken op hoe dat allemaal kon gebeuren? We hebben na het ontslag in januari 2009, toen zijn we nog een keer bij elkaar geweest. En toen hebben we afgesproken, nou, als het achter de rug is, dan gaan we eens een keer rond de tafel. En dat is nu al 6 jaar geleden, want het is nog steeds niet achter de rug. Dank u wel, mevrouw Hoenderdos. Ik sluit de vergadering.